Bij staat Jos Kroon. En u bent van de fietstaxicentrale in Rotterdam en jullie doen eigenlijk een noodoproep. Ja, het gaat om het volgende: de fietstaxicentrale in Rotterdam die vervoert mensen in Rotterdam, zoals jullie weten. En daarvoor hebben wij een grote ruimte nodig om onze fietstaxies in te stallen, maar ook voor onderhoud en reparatie. En de ruimte waar we nu zitten, die wordt helaas ontruimd, want die wordt verbeterd. En dat gaat al op korte termijn gebeuren, namelijk ongeveer over een week. En daar hebben wij een nieuwe ruimte nodig van ongeveer 250 vierkante meter. En een beetje aan de rand van, de, van Rotterdam Centrum, liefst. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, wat doet de fietsactie Centrale? Wij zijn een uh, duurzaam en, en uh, uh, milieuvriendelijk, daarmee milieuvriendelijk uh, vervoer uh, in Rotterdam. Uh, we zijn eigenlijk gewoon een, een, een taxicentrale, zoals je ook van de auto's kent. We vervoeren dus mensen van A naar B. Maar wat we meestal doen is ook uh, toertjes maken met uh, toeristen, vaak dagjesmensen. Die een stukje van Rotterdam willen zien. En daarbij wordt door ons verteld wat mensen onderweg zien. Dus we zijn een, een, een goedkoop en uh, dat moeten we vooral benadrukken. Maar ook milieuvriendelijke uh, vorm van vervoer in de stad. Het is eigenlijk meer door de taxicentrale, hè? het is ook een soort uh, ja, uit de hand gelopen hobby, kan je wel zeggen. Uh, de eigenaar is hier ruim tien jaar geleden mee gestart als een, als een hobby, inderdaad. En je zou het misschien nog steeds zo kunnen betitelen, inderdaad. Uh, dus de bedrijfsruimte waar we op zoek naar zijn, ja, die moet toch wel goedkoop zijn. Het zou fijn zijn als mensen die een idee hebben over een uh, mogelijke bedrijfsruimte van te grote van ongeveer 250 vierkante meter, dat is een belangrijk criterium, uh, Het moet gelegen zijn aan uh, de rand van Rotterdam Centrum, liefst een beetje aan de oostkant. Dus dan hebben we het over Kralingen, Krooswijk, uh, die omgeving, boompjes zeg maar. Dat is voor ons een goede locatie, want daar vandaan kunnen we heel snel met de taxis naar Rotterdam Centrum gaan, waar onze zeg maar, vaste basisplaats is. Uh, dus als mensen een ruimte weten, geef dat vooral door. Uh, dat kan op twee manieren. Je kan uh, gewoon naar de website gaan van de fietstaxicentrale fietstaxicentrale.nl, of je belt het volgende nummer 010 411 0222 en dan kom je in contact met de eigenaar. Ja, mocht het nou niet lukken, komen jullie dan naar Schiedam? Uh, het zou wel leuk zijn om ook in Schiedam een fietstaxi te laten rondrijden. We moeten natuurlijk dan wel kijken of er voldoende emploi is. En het is al best lastig om voldoende klanten te werven in Rotterdam Centrum. Maar wie weet, is Schiedam een goede optie?